Een onderdeel van de bergtraining in Schotland die we hier draaien is de survival. Het overleven in de wildernis. Mocht je in een survival situatie raken, dan leren wij hun de vier facetten van onze survival aan. En dat is ten eerste uit de elementen. Je wil weg uit de regen, je wil in een onderkomen raken. Dat is één, dat is belangrijk. Ik heb je vreselijk veel huis aan. Jullie doen het met touw? Ik heb een huisje, heel veel huis om. Oké. Even iemand ervoor, jongens, dat je niet wil. Vuur maken is belangrijk voor de motivatie, ten eerste. Je wil droog blijven, je wil je eten kunnen steriliseren en je wil je water kunnen kopen. Ja. Kijk. Juist. Ik heb wat loofhout gebruikt, ja, wat mooi buigzaam is. Voor de rest heb ik touw gebruikt om die kooi te fabriceren en goed vast te zetten. Dit is weer iets meer een complexere val. Ja, je zult er ook even goed naar moeten kijken. Ook weer een trigger gemaakt. Het enige wat het beestje doet, ja, komt naar het stukje aas toe, gaat weg en komt in het valletje te zitten. Hier vang je de meeste fazanten mee. Dat is een typische fazantenval. Het beestje komt eraan, het fazantje komt eraan, wil met zijn kopje, ja, het eten hebben, heeft het eten, maar kan er niet meer uit. Water is een van de basisbehoeften, net zoals vuur, onderkomen, voedsel. Het enige is wat water, daar kan je niet heel lang zonder. We treden natuurlijk ook op in gebieden waar wat meer droogte is. En daar zul je dus echt water moeten gaan zoeken. Ik ben in een laagje mos begonnen, zodat de rest er niet uitloopt. Kleine kiezelsteentjes, een zandlaagje. Daarna heb ik watten gebruikt. Ja, zorg ervoor dat je zo laag mogelijk spant, zodat je zoveel mogelijk vocht, verdamping eigenlijk, op kan vangen. Het is in de bergtraining belangrijk dat de mariniers en de collega's van de luchtmobiel de survival halen om hun kwaliteitsnummer berggetraind te kunnen krijgen.